Leo, welkom bij jullie tweede reading voor de maand september. En dit is een algemene reading waarin allerlei boodschappen naar voren kunnen komen. Dus niet gericht specifiek op één thema, zoals liefde, maar gewoon algemene boodschappen. Dit is voor iedereen die Leo in zijn zon, maan, ascendant heeft of een andere plaatsing. Iedereen die interesse heeft in de reading van Leo is natuurlijk ook welkom. Probeer het niet je reading te maken als het dat niet is. Neem gewoon de boodschappen mee waar je iets aan hebt. Waar je je op de een of andere manier aan vast kan houden en wat resoneert met je situatie. We gaan beginnen met het sterrenlichtorakel. Ik heb de kaarten voor jullie voorgeschud. En we hebben hier onder op het dek school van de aarde. Levenslessen, groei van de ziel, leren en hoger besef. En het kan zijn, Leo, dat je in de maand september een bepaalde opleiding, cursus of weer terug naar school gaat. Voor sommigen van jullie. Maar ik ga de boodschap erbij nemen. De kaart opleiding kwam namelijk ook naar voren voor jullie. We hebben levenslessen. Groei van de ziel. Leren. Een hoger besef. De planeet Aarde is een belangrijke initiatie voor de ziel. En de levenslessen zijn het leerplan waarvoor we ons inschrijven. Dit zijn geen lessen die we maar één keer leren. Maar thema's waarvoor we kiezen. Ervaringen die we tijdens ons leven willen verdiepen. Levenslessen gaan niet alleen maar over gelijk hebben, maar ook over fouten maken. Je begrijpt het beter wanneer je bedenkt dat de aarde een planeet is met twee polen. Je leert steeds meer ieder jaar. En ik ga heel even de raam dicht doen. Het is altijd zo dat als ik de raam open doe, dat er dan van alles weer gebeurt buiten. Als je deze kaart hebt getrokken, als je het moeilijk hebt, word je er direct aan herinnerd dat je hier bent gekomen om te groeien en te leren, Leeuw. Probeer in moeilijke tijden niet te denken dat je het verkeerd hebt, maar zie het als een gelegenheid om te groeien. Als je een manier ontdekt om te groeien met hoogte- en dieptepunten, dan groeit je ziel beslist en dat is het belangrijkst. Ja, af en toe kun je het gevoel hebben van, wat is het doel? Wat is het doel hiervan? Je dagelijkse leven... hard werken, heel veel verantwoordelijkheden dragen en bepaalde negatieve of emotionele ervaringen die je hebt meegemaakt. En je afvragen, wat is de les die ik hieruit leer? Maar weet inderdaad, alle ervaringen die je meemaakt, daar zit een les in. En het zijn allemaal hoogte- en dieptepunten. Het kan ook betekenen dat je een nieuwe studie moet beginnen of op een andere manier moet groeien. Je kunt weer lessen gaan volgen, bijvoorbeeld via de universiteit, school of een cursus. Ja, en dat was wat ik ook doorkrijg. Als je relatie niet zo goed gaat, Leo, dan word je eraan herinnerd dat dit ook een gelegenheid is om meer inzicht te krijgen. Ten slotte staan relaties er vooral om bekend dat je als ziel kunt groeien terwijl je hier op aarde bent. En de vraag die je bij deze kaart kunt afvragen, Leo, is op welke manier moet je groeien of wat moet je leren? Ja, wat is de les die je moet leren? Dat is de vraag voor september. De school van de aarde. Na het voorschudden van de weg naar je levensdoel, Leeuw, hebben we je bent achterop geraakt en we hebben maart. Dus ik ga die boodschap er ook weer bij nemen voor jullie. De weg naar je levensdoel. Je gidsen vertellen je dat ze je al heel lang tekens sturen, maar een deel van je weigert ze te zien of ernaar te handelen. Je bent sinds enkele maanden in een nieuwe energie terechtgekomen. En dat kan dus zijn vanaf afgelopen maart, dat je met iets nieuws gestart bent. Maar je bent niet het pad van je levensdoel ingeslagen of je hebt niet alle nodige acties ondernomen. Je gidsen vertellen je dat het tijd is om een nieuw ritme aan te nemen. Veel sneller en vooral zelfverzekerder. Je moet handelen en wel nu meteen. Van binnen weet je wat je hebt uitgesteld of op de achtergrond hebt gehouden en je gidsen begrijpen dat je bang bent om bepaalde risico's te nemen. Maar ze bevestigen je dat dit je pad is en dat je je oude patronen moet vergeten om naar een nieuw avontuur te gaan dat meer dan positief zal zijn. Je gidsen vertellen je dat alleen jij de verwachte nieuwe impuls aan je projecten kan geven. Neem dus vanaf vandaag de stappen om vooruit te komen in wat je wil en zet elke dag een stap in de richting van de realisatie van je plannen.
Je hebt de steun van je gidsen, dus je zal merken dat alles op een zeer eenvoudige en soepele manier gebeurt. Maar je moet echt opnieuw in contact komen met je motivatie en je dynamiek om verder te gaan met je projecten. En voor wat betreft de datum maart, je gidsen vertellen je dat maart je de overvloed en het succes brengt waarnaar je op zoek bent. Denk ook terug aan de afgelopen maand maart. Denk terug aan je bewustwordingen en de tekens die je toen kreeg. Je wordt meer begeleid dan je denkt, leeuw. En maart is en wordt een zeer belangrijke maand voor jou als je in dezelfde lijn blijft handelen. Als maart nog ver weg is, ja, en het is nog redelijk ver weg, dan vragen je gidsen je om meer toegewijd te zijn aan wat je wil. Je gaat namelijk niet de verkeerde kant op, maar je investeert niet al je energie. Hierdoor kun je stagneren en achterop raken. Hoe dan ook, maart zal een openbaring voor je zijn. Je hebt de nodige afstand kunnen nemen om het succes binnen bereik te zien liggen en dit komt heel snel. Blijf verbonden met je waarden en je overtuigingen en blijf vooruitgaan. Je komt in een echte energie van overvloed. Je mag geen stappen overslaan en er zijn belangrijke gebeurtenissen die je moet meemaken, zodat je helemaal jezelf kan zijn. Maart zal je echt een positieve uitkomst brengen en er zullen gebeurtenissen plaatsvinden die je helpen om zeker van jezelf te zijn en gemotiveerd te blijven. Met betrekking tot alles wat je voor je beroepsleven hebt ondernomen en nog steeds onderneemt. Dus maart wordt een belangrijke maand. We gaan de tarot erbij nemen en we hebben hier de kelken 6. En dit is het omarmen van je innerlijke kind. De kelken 6... Ja, een hele mooie kaart. Soulmate energie. Maar het kan ook zijn, Leo, dat je de laatste tijd heel vaak terug aan het denken bent. Aan een periode dat alles gelukkig was, stabiel was. Het kan te maken hebben met je kinderen die op dit moment een hele belangrijke rol innemen in je leven. Maar dit is een hele mooie energie. De kelken 6. Ja, nostalgie. Universum, wat mogen we ontvangen? Welke boodschappen mogen we ontvangen voor Leeuw als het gaat om de maand september? Wat is de boodschap voor het sterrenbeeld Leeuw? Wat zijn de boodschappen, inzichten? Wat mag Leeuw ontvangen, meenemen voor de maand september 2023? Drie kaarten alsjeblieft voor het sterrenbeeld Leeuw. Nou, en daar komen meteen drie kaarten. Leeuw, we hebben de kelken aas. Een hele mooie kaart, de eerste kaart. Om mee te beginnen. We hebben een schildknaap van pentakels. En we hebben de koningin van staven, jullie eigen energie. Ja, dit is weer doelgericht actie ondernemen. Inspiratie krijgen, zelfvertrouwen, creatieve ideeën. Actie. En we hebben de pentakels 3. Ja, het kan zijn dat je gaat werken aan bepaalde talenten. Meer kennis opdoen door middel van een samenwerking. Door middel van een cursus, een scholing te gaan volgen. De ridder van pentakels ook. Langzaam stappen vooruit zetten richting stabiliteit. En dit heeft de pentakels hebben te maken met je materiële wereld. Dus voor sommigen van jullie ga je een samenwerking aan op het gebied van werk. Kijk, we hebben hier pentakels 10. Je gezin, je kinderen zijn wellicht heel erg belangrijk. Je stabiliteit. Dit heeft alles te maken met stabiliteit. Een stabiele basis opbouwen. Stabiele contracten. Een financiële, zekere situatie. Maar ook heel, familie is heel erg belangrijk in de maand september. De veiligheid, de zekerheid, stabiliteit. En daarin ga je keuzes maken, Leeuw. Want je hebt te maken met heel veel verantwoordelijkheden die je draagt. Heel veel verantwoordelijkheden die je misschien alleen draagt. Terwijl je dit kunt delen. Oftewel er een makkelijkere manier is. En de boodschap is ook, geef het nu niet op als je af en toe het gevoel hebt om het te willen opgeven. Er komt een nieuwe fase, een nieuw hoofdstuk aan. Ja, wat meer geluk zal brengen. En er ook voor zal zorgen dat al je harde werk, al je bloed, zweet en tranen als het ware, beloond zal worden. Je bent er bijna met die staven 10. En ik zie je dus inderdaad een keuze maken. En dat heeft te maken met, dat kan een keuze zijn uit 2.
Maar dat heeft te maken met je algehele levensgeluk. Waar sta ik op dit moment? Welke keuzes moet ik maken? Wat moet ik loslaten? Om inderdaad tot die pentakels 10 te komen. Waarom ligt hier de pentakels 3? Pentakels 3 is ook een kaart van ben niet bang om fouten te maken. Het zijn geen fouten, het zijn lessen. En hoe meer fouten tussen haakjes je maakt, hoe beter je zult worden in hetgene wat je doet. Waarom ligt hier de pentakels 3 voor leeuw? Je leven op aarde is een school, ja. De zwaarde 9. Je zorgen maken, spijt hebben van bepaalde keuzes. Kijk, deze persoon houdt zijn hoofd vast. Ze heeft het gevoel, ik leef in een nachtmerrie die maar door blijft gaan. Maar de 9 is ook alweer bijna een 10. De zwaarde 10 is inderdaad het loslaten. Het kan ook te maken hebben met de manier van denken die je gaat veranderen. Kijk, we hebben de staven 2. Iemand die plannen maakt, na aan het denken is. Welke richting kan ik uitgaan? En je hebt de wereld in je hand, leeuw, met de staven 2. Toren moment. Onder op het dek. En dit kan een ingeving zijn, een bewustwording zijn. Waarom ligt hier de kelk en aas? Wauw. Waarom ligt hier de kelk en aas? We hebben de kelk en 10. Ja, happily ever after. Het ultieme geluk. Ook weer een liefdevolle familie, een liefdevol gezin. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met liefde. En is er een ridder van pentakels naar je onderweg? Een stier maakt steenbok energie. Iemand die een toekomst met je ziet. Iemand die met jou wil werken aan een relatie met de pentakels 3. Waarom ligt hier de ridder van pentakels? De ridder van pentakels. De ridder van pentakels zit op een stilstaand paard. Kijk naar zijn huidige situatie is plannen aan het maken. En dat ben je ook aan het doen, leeuw, met die staven 2. Zet geen stappen zonder een gedetailleerd plan te hebben. En het heeft alles te maken met je stabiliteit, duurzaamheid in je fysieke wereld. Waarom ligt hier de ridder van pentakels? Het kan te maken hebben met je financiële situatie. Waarom ligt hier de ridder van pentakels? Je kunt je zorgen maken over je financiële situatie. Waarom ligt hier de ridder van pentakels? Het kan te maken hebben met, ja, je bent achterop geraakt. Je gaat niet snel genoeg vooruit met die ridder van pentakels. Er kunnen allerlei vertragingen, obstakels op je pad zijn gekomen. Waarom ligt hier de ridder van pentakels? Waarom ligt hier de ridder van pentakels voor sterrenbeeld leeuw? Ridder van pentakels. En ik zie hier dat die opleiding of cursus, als je in september gaat starten, dit gaat je ook verder brengen in de toekomst. We hebben een ridder van kelken. Iemand die zijn gevoelens uit. En het kan iets zijn wat even heeft geduurd. Een hele langzame energie. We hebben de sterkaart. Hoop. Hoopvol zijn. Dat er balans gebracht wordt. Iemand ziet je als een ster. Iemand ziet je als een wensvervulling. Maar er is ook een conflict met de staven 5. Er kan sprake zijn van competitie. En op het gebied van werk kan dit natuurlijk ook een soort van concurrentie zijn. Een bepaalde strijd, mensen, derde partijen.
Waarom ligt hier de staaf een 5? Waarom ligt hier de staaf een 5 voor het sterrenbeeld Leeuw universum? Schorpioen, kreeft, vissenenergie en stier, maar steenbok. En met de sterrenkaart hebben we waterman energie. Waarom ligt hier de staaf een 5? Wat is dit conflict-universum, die staven 5 wat hier ligt? We hebben de dwaas. Dus een nieuw begin, de sprongwagen, risico durven nemen, optimistisch zijn. En we hebben het rad van fortuin, wauw. Iets nieuws beginnen. Aas van pentakels onder op het dek. En daar een beslissing over nemen. Wat is goed voor mezelf? Wat is het wat ik ga manifesteren? En ik zie een koning van kelken. Schorpioen, kreeft, vissenenergie. Oeh. Iemand ziet jullie connectie als voorbestemd. Met het rad van fortuin. En als je niet met liefde te maken hebt, dan heb ik het gevoel dat je zelf ergens actie op gaat ondernemen. De uitdaging aangaat. En voor jezelf keuzes maken om een nieuwe start in een werksituatie. Maar iets waarbij je inderdaad wat je geluk brengt. Iets wat je doet vanuit je hart. En voor het rad van fortuin hebben we de zegenwagen. Wauw, kreeftenergie. We hebben de kelken 3. En we hebben de doodkaart. Woe, een hele grote verandering, Leeuw, gaat er plaatsvinden in de maand september. En je voelt je weer zelfverzekerd. Je voelt je gelukkig. Je gaat ook tijd doorbrengen met familie, met vrienden. Een grote transformatie met de doodkaart. En dit kan zijn inderdaad een einde wat er plaatsvindt, maar ook weer een nieuw begin of een wedergeboorte. En jij bent degene die de controle daarin gaat nemen. Waarom ligt hier de doodkaart, universum? Sterk, schorpioen, energie, waterenergie. Waarom ligt hier de doodkaart, universum, voor het sterrenbeeld Leeuw? Waarom ligt hier de doodkaart? Positieve, gelukkige veranderingen. En er kan ook iets op je pad komen waarvan je denkt, ja, dit is een soort van wonder, dit is een geluk. Waarom ligt hier de doodkaart? De zwaarden 5 en de kelken 5. Dus dit heeft te maken met een bepaald verlies. Het kan te maken hebben met gemiste kansen. En iets wat je bent verloren wellicht in het verleden. Of een gemiste kans die je hebt meegemaakt kan terugkomen. Dit kan iemand zijn. Een connectie. Ja, die beëindigd is. En dit kan te maken hebben met manipulatie. Of iemand die aan zichzelf heeft gedacht. Iemand die ook voor een bepaalde mate van teleurstelling heeft gezorgd. Iemand wil terugkomen en wil samenwerken. En dit is iemand die in zijn hoofd zit. Spijt heeft van een keuze die gemaakt is. Het kan zijn dat deze persoon letterlijk naar jou toe onderweg is. Met je wil samenkomen. En dan bedoel ik niet alleen berichtgeving, maar iemand die je wil zien, Leeuw, in de maand september. Iemand die spijt heeft. Iemand die transformatie wil brengen in jullie connectie.
samen wil werken om iets tot een succes te maken. En heb je niet met liefde te maken, dan heb ik het gevoel dat dit je eigen energie is. Vooruitgaan richting datgene wat voorbestemd is. Datgene wat je gelukkig maakt en achterlaten van het verleden. Het verlies, teleurstellingen die je hebt meegemaakt, conflicten achterlaten. En je verlies nemen. Maar je weer focussen op wat er nog allemaal aan positieve dingen voor je ligt. Welke kansen je nog allemaal kunt benutten. Wat je moet doen om richting die eindbestemming te gaan. En je gaat daar actie op ondernemen. Er gaat een hele grote verandering ook intern in jezelf plaatsvinden. En ik zie jullie leeuw ook meer zelfvertrouwen krijgen. En geen rekening meer houden met anderen, met die staven 5, de koningin van staven, die bepaalde beslissingen in het verleden hebben beïnvloed. Bepaalde situaties achterlaten of personen achterlaten die je op de een of andere manier hebben beïnvloed in het maken van de beslissingen die je zelf graag vanuit je hart wil maken. Kijk, de zwaarde 10. Je gaat ook anders denken over dingen. Een moeilijke periode wordt afgesloten. Met de zwaarde 10. En dit is weer jezelf bij elkaar rapen. Er gaat weer licht schijnen. En je kunt te maken hebben gehad met mensen die jaloers zijn. Zwaarde 10. Dit kan te maken hebben met je verraden voelen. Je figuurlijk het gevoel hebben dat je in je rug gestoken bent. Door één persoon of meerdere personen. En dit is waar je van nu verder gaat. Langzaam weer stappen vooruit zetten. En je krijgt hulp, leeuw, in de maand september. Er is iemand in je omgeving die je zal helpen. Waarom ligt hier de koningin van staven? Waarom ligt hier de koningin van staven? Waarom ligt hier de koningin van staven voor leeuw? Kijk, we hebben de staven 10, we hebben de kelken 10, de zwaarde 10. De enige 10 die mist is de pentakels 10 en die hadden we onder op het dek liggen. De stabiliteit, financiële stabiliteit. Betrouwbare, stabiele relaties voor jezelf creëren om je heen. Afstand nemen van mensen die het je niet gunnen. Mensen die je dingen in de weg leggen. Mensen die de strijd met je aangaan. Mensen die een andere mening hebben. We hebben de staven 6. Ja, een kaart van verder gaan. Succes behalen. Vooruitgang. Dit kan een promotie zijn op je werk. Een promotie, een salarisverhoging. En er zijn ook mensen die jaloers zijn. Kijk, als je goed kijkt tussen die staven, staan er mensen die niet heel vrolijk kijken. En ik zie ook een succesvolle voltooiing van iets met die staven 10. Dit is iemand die heel hard werkt, verantwoordelijkheden draagt, maar er bijna is. Dus je harde werk zal worden beloond, leeuw, ook in de maand september. Met de staven 6. En dit is iets wat je nog niet ziet. En waar je ook angst over hebt. Van gaat het gebeuren met de zwaarde 9? Gaat de situatie zich verbeteren? Maak ik goede keuzes? Waarom ligt hier de staven 6 voor leeuw? De staven 6. De staven 6. En ik zag weer de koning van kelken onder op het dek. Schorpioen, kreeft, vissen. Dit kan ook iemand zijn die zijn kelk aanbiedt. En dit kan iemand zijn die je al langere tijd kent. Dit kan iemand zijn waar je in een soort van werksituatie mee hebt gezeten of zit. Waarom ligt hier de staven 6? Waarom ligt hier de staven 6? Het kan iemand zijn die niet goed weet hoe de boodschap te brengen. Vandaar die langzame energie.
Maar dit is wel iemand die heel hoopvol is en ja, een toekomst ziet. We hebben weer de koningin van staven. Ja, je wordt gezien. De koningin van staven is iemand die gezien wordt. Je bent een inspiratie voor andere leeuw. Met de staven 6. Mensen kijken naar je op. Waarom ligt hier de staven 6? Pentakels 3. Weer die samenwerking. Erkenning krijgen. Beloning krijgen. Heel sterk in de maand september. Je talent wordt gezien. Je positieve bijdrage. En je bent iemand die, voor wat betreft je concurrentie, je competitie, iemand die eruit springt. Iemand die erboven staat, als het ware. Je bent heel goed in datgene wat je doet. En daar zul je inderdaad de beloning, de erkenning voor krijgen in de maand september. En ik zie inderdaad van een energie van ja, de illusie. Dat hadden we hier ook. De illusie van ja, het wereldse, het aardse. Voorbij die illusie kijken. Dit kan een kaart zijn van illusies. Dit zijn opties. Dit is emotioneel verward zijn, niet weten welke richting op te gaan. Wat is het wat ja, past op mijn pad? Wat is het waar ik voor ga, waar ik voor kies? En van die kelken 7 ga je naar de kelken 9. Een kaart van emotionele balans, tevredenheid, dankbaarheid. En ook op het gebied van financiën, onafhankelijkheid. Ja, goede keuzes maken voor jezelf, hard werken. En je financiële situatie zal dus vooruit gaan. En van een periode van eenzaamheid misschien, je afgesloten hebben van de wereld, nadenken, wat rust nemen ook, leeuw, want dat is ook nodig. Als je heel ja, veel hard aan het werk bent, constant door blijft gaan, het is nodig om je rust te nemen, om op die manier balans te creëren. Ja, maar ik zie ja, een keuze en ik zie de zonkaart. Jullie eigen energie ligt hieronder. En ik zie de overwinning. En je ziet het nog niet. Waarom ligt hier de maankaart? Voor leeuw. De maan. De maan is het onzekere. Je zorgen maken. Onrust. Waarom ligt hier de maan? Emoties die onderdrukt worden. Waarom ligt hier de maan? De zwaarde 6. Ja, naar kalmer vaarwater toe gaan en hulp krijgen hierbij. Iemand die je helpt om de stappen te zetten die nodig zijn. En we hebben de gehangene. En die kwam er zo uit. Dus dit is wat het kruist inderdaad. En dit is de situatie anders gaan zien. Dit is ook je tijd nemen om iets goed te overdenken. Niet te snel willen gaan. Reflecteren. En op die manier inzicht te krijgen. Iets op een andere manier gaan zien. En ook de tijd nemen om ergens aan te werken. Weten waar je je tijd, je energie in stopt. Weten wat je doel is. Dit is ook een kaart van jezelf opofferen. En ik heb het gevoel, leeuw, dat je jezelf in de afgelopen maanden, jaren, jezelf hebt opgeofferd. Alleen maar gezorgd hebt wellicht voor anderen. Alleen maar bezig bent geweest met heel veel verantwoordelijkheden dragen. En dat je het echt moeilijk hebt gehad. En dit kan ook te maken hebben met een relatie. Waarin je je niet gesteund voelde. Waarin je je niet gezien voelde. En iets wat heel lang
ja, nog een gevoel van, ja, een soort van depressie, teleurstelling, die als een wolk over je heen heeft gehangen. En ik zie nu met de kelken acht, ja, je gaat je daarvan emotioneel terugtrekken. Je gaat richting de zon met de kelken negen, richting de kelken negen. En die zagen we ook hier net voorbij komen. Situaties van conflict achterlaten. Intern conflict kan het ook zijn. Ja, een overwinning. Een overwinning over een situatie die ja, niet goed voor je is. En dit voel je intuïtief aan. Praktische stappen zetten, volwassen keuzes maken. Keuzes maken die goed zijn voor jezelf, ook voor je eigen gezondheid, maar ook voor je gezin, je familie. En datgene doen wat je blij maakt, heb ik het gevoel. Datgene doen wat jou gelukkig maakt. En het kan zijn dat er iemand op je pad komt die dit geluk met jou ziet. En ja, zoals ik zei, schorpioen kreeft vissenenergie, sterk vissenenergie. Met de maan, met de gehangene. We hebben ook ramenergie, kreeft, stier, leeuw, waterman, schorpioen en aardenergie, stier, maagd, steenbok. Dus leeuw, kijk hoe deze reading kan resoneren met je situatie. Ik wens jullie een hele mooie maand toe. En ja, tot de volgende reading alweer. Dag!